ja, waarom is een kringloop zo leuk? Ja, de ene vindt dit interessant en de ander vindt dat leuk. Ja, we hebben eigenlijk voor alles, hè. We hebben Delft Blauw, we hebben glas, we hebben boeken. En allemaal voor leuke prijsjes. Soms vind je ook echt pareltjes ertussen. We hebben zelfs muziekinstrumenten. Soms komen er ook wel eens bekende mensen binnen, waar ik geen namen van kan noemen. Maar het is gewoon gezellig. Zonder corona hebben we ook nog een gezellige koffiecorner, wat helaas niet kan. Ik heb er een leuke piano staan waar mensen op mogen spelen. Kinderen hebben we een televisie voor. Kijk, ja, je hebt eigenlijk voor alles. En je geeft iets een tweede leven, hè? Dat is heel belangrijk tegenwoordig. Dat je niet alles meer nieuw hoeft te kopen en dat je zorgt dat onze afval gewoon minder wordt. Zaterdag 3 oktober is het Nationale Kringloopdag. Ook bij To Switch in Wierden kunnen bezoekers komen neuzen tussen allerlei leuke spullen. De Wierdense Kringloop is zelf op zoek naar vrijwilligers. Mensen die ons willen helpen om de winkel er toppie uit te laten zien, zijn van harte welkom, zegt filiaalleider Jolande ter Horst. To Switch is een kringloopwinkel en wij zorgen ervoor dat spullen en artikelen een tweede leven krijgen. En we zorgen ervoor dat het leuk gepresenteerd is en dat het voor elke doelgroep toegankelijk is. We krijgen eigenlijk voor alles binnen. Er zijn ook heel veel goederen die we helaas moeten zeggen, dat doen we niet, want het is niet verkooptechnisch. Bijvoorbeeld skis, hele mooie skis. Ja, hier in Wierden verkopen we geen skis. We hebben geen snowdinges, maar we hebben wel allerlei spullen die een paar weken in de winkel hebben gestaan, worden niet verkocht, kunnen naar een opkopen. Banken gaan we eerst, we hebben 11 filialen namelijk To Switch. En dan gaan we eens even kijken of andere filialen de bank kunnen verkopen. Dus dan komen ze op een gezamenlijke app te staan. En dan gaat een filiaal bijvoorbeeld in Doesburg zeggen, nou, die rode bank wil ik wel. En dan gaat het met de wagen naar Doesburg. Is dat niet het geval, dan wordt die helemaal uit elkaar gehaald. Dus het hout gaat bij het hout, het stof gaat bij het restafval en het ijzer gaat bij het ijzer. Vanaf 3 oktober is Nationale Kringloopdag. Ja, het is altijd leuk om even iets onder de aandacht te brengen. Wij vonden het al heel moeilijk om met de corona iets anders te doen. Vandaar dat we nu ook een leuk filmpje maken. En daarnaast doen we het op het moment niet voor de klanten, want door coronaregels is dat allemaal ingewikkeld. En dat doen we wel voor alle vrijwilligers. Gaan we 's avonds na sluitingtijd iets gezelligs met elkaar doen. We hebben voor iedere afdeling vrijwilligers nodig, zowel voor de boekenafdeling, huishoud, kleding, voor de aanname achter, voor de kassa. En wat doen die vrijwilligers eigenlijk? Doen op elke afdeling verschillende taken. Je zorgt gewoon dat het artikel verkoop klaar komt. Bij de aanname zorgen ze dat plastic bij plastic komt, boeken bij boeken. Bij de boeken worden weer uitgesorteerd op de boekenafdeling en die worden daarna weer in de winkel neergezet. En gesorteerd van kinderboeken tot romans, tot speciale boeken. Die doen we dan in een vitrine en dan worden ze geprijsd. Vrijwilligers mogen zich bij mij melden. Ze kunnen gewoon gezellig bij ons in de winkel komen. Kunnen ze even bij de kassa vragen. En dan maken we vaak even een afspraak voor een kennismaking. Gaan we kijken wat vindt diegene leuk, wat is interesse. Het kan best wel iemand zijn die zegt van nou, ik hou helemaal niet van schoonmaken. Maar ik kan wel heel leuk presenteren. Ja, daar zijn we ook heel blij mee. Ja, kom gewoon eens gezellig binnen, zou ik zeggen. En wij verwelkomen u.